Straks zie je alles weer, dat is ook. Yo, welkom bij het Arnhems Journaal. Het is weer vrijdag natuurlijk. Dan hebben wij de vermoedelijke opstelling. Daar zitten wij klaar voor. We zitten dan naar de training te kijken. Kijken of we nog iets wijzer kunnen worden. We hebben vandaag ook de persconferentie met Fons. En we hebben natuurlijk twee spelers waar we mee tokken. Maar eerst de vermoedelijke opstelling. Maat, verleden week hadden we hem goed of niet helemaal? Ja, ik wil even naar dat leuke gedeelte. Jij wil je gelijk halen. Ja. Ja, maar Troepé, hè? Ik heb je de kans gegeven. Ja. Jij nam Dion en ik zei Troepé. Ja, nou, ja, het was Troepé. Maar het dus gaat had jij goed, had ja, jij goed. Ja. Gefeest, ja. Kijkers die nou denken van, goh, die Alberto die had het toch weer goed. Een zuiver toeval. Want ik twijfelde. Maat, zijn er twijfels? Deze week, Heerenveen, niet makkelijk? Nee, niet makkelijk. Maar ik denk dat voor koopstelling geen twijfels. Nee? Denk ik niet. Gaat hij met dezelfde elf starten als tegen de Graafschap? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, we gaan hetzelfde over. Dus we hebben achterin hebben we Meijers, Kanon, Beugelsdijk, Troepé. Troepé, ja. Middenveld Nassar, Lex Immers, Bakker. Yes. Voorin, Bekker. Nezit natuurlijk. En aan de buitenkant loopt Goosen. Helemaal, helemaal. Het is kort maar krachtig. Hè? Kort maar krachtig, maat. Er zijn ook nog vier... Nou ja, Tommy sowieso, die is elke week is het kantje boord met de kaarten. Ja. Maar er staan er nog drie op scherp dan verder. Ja. Dat zijn, als het goed is... Immers. Bekker. Bekker ook? Ja. Oké. Okay. En Troepé. En Troepé. Dus we hebben vier man die op scherp staan. Ja. Nou ja, maar wij zien zelf ook die jongens die daar achteraan lopen, zeg maar, die de reserve is. Zijn ook niet verkeerd, hè? Nee, daarom. We hebben een brede selectie en af en toe een keer eentje missen. Kijk, ze moeten niet alle vier een kaart pakken. Want dan is het systeem weg. Want dan wordt het lastig, ja. Maar af en toe eentje wisselen voor een ander, dat moet kunnen, denk ik. Gisteren dacht ik eventjes met de partijvorming. Ik denk, nou, voor mij mag, want de Hesjes waren zeg maar het tweede. Hè? Ja, die wonnen geloof ik met 4-0. Ja. Maar jij zegt tegen me, maar dat is wel vaker. Ja, dat is al jaren. Dat maak ik zo vaak mee. Die willen dan net even extra laten zien dat ze er zijn. En die anderen die denken van... Die wedstrijd die is belangrijk. Die wedstrijd zaterdag is belangrijk. Hè? Ja. Dus dat is net het verschil. En het gebeurt zo vaak dat het tweede wint van het eerste. Zegt niks. Redelijk normaal. Redelijk normaal. Nee, dus ja, want dan zeg ik gekscherend, moet je die jongens niet opstellen. Maar dat ken niet. Nee, dat ken niet. Nee, dat is te. Okay. Kijk, het zou fijn zijn als er af en toe eentje een keertje mee moet doen. Ja. En dat hij het goed doet. Dat hij dus minuutjes krijgt. Ook. Dat kan, dat zou kunnen. Ja. Maar het hele elftal is een beetje te, denk ik. Maar Heerenveen... als ik eerlijk moet zeggen, dan dacht ik makkelijker over de Graafschap uit. Dat dacht ik makkelijker. Ik vind Heerenveen een lastige ploeg. Wat denk jij thuis hier? Ja, tuurlijk, is het lastig. Lastig. We hebben ook wel eens hier zo 0-4 onderuit gegaan. Dus als die echt draaien, dan, maar dat ligt aan ons. Kijk, iedereen die zei ook van joh, dat Graafschap dat draait als een tiet na de winterstop. Maar vorige week niet. Nou, zou dat ook een beetje aan ons gelegen hebben, denk ik. Dus, heel, ja, het ligt met groot gedeelte liggen aan ons. Maak je zorgen? Nee, ik maak me geen zorgen. Nee. Waarover? Nou ja, over de wedstrijd, maar ook over de punten. Of we genoeg punten gaan halen, nog steeds geen paniek? Nee, maat. Nog steeds niet. We gaan niet voor na-competitie en zo. Nee, dat... We hebben 28, dat is nog... 8 puntjes nodig, denk ik. Als je nou wint, dan ga je voorbij Heerenveen. Kijk, dat zou mooi zijn. Ja, voorbij Heerenveen vind ik niet belangrijk, want daar kijk ik niet naar. Maar je aantal kijkt punten, naar die onderste ook, het aantal verschil. Punten gewoon. Ja. En of je nou 15e staat of 12e, het gaat om de punten. Ja. En dan mag je vanuit gaan dat je met 36 punten dat je aan de goede kant staat. Oké, maat. Gaan we nou naar Fons, tenminste, als hij klaar is met trainen. Ja, hij doet het. Trainer!
Hij is voorspelbaar, maar toch wel leuk. Ja, precies. Joh. Ik probeer ook maar wat. Ik wil de trainer een beetje gezelschap bieden. Trainer, nou, de Graafschap, ja, hetzelfde gevoel als ik. Maar dan deze week ga je trainen. Ja, volgens mij neem je Heerenveen heel serieus, want je hebt van alles gedaan. Je bent gaan lopen in de duinen, extra wedstrijden zijn er gespeeld. Hoezo? Nee, we zijn altijd natuurlijk bezig om ook de jongens die niet starten, om die ook een goede wedstrijd aan te bieden. Nou, dat is van de week gebeurd, besloten bij Feyenoord. Prachtig mooi nieuw complex waar we hebben gespeeld. En ja, dat is hartstikke goed voor de jongens ook. Als je zag wat er ook bij Feyenoord allemaal meedeed. Dus dat is prima. Nou, de training dinsdag hebben we even gas teruggenomen. Er was behoorlijk wat vermoeidheid, wat pijntjes ook. En ja, dan wijk je wel eens af van het geëikte. Ja, dan gaan we gewoon eens wat anders doen. Zijn we lekker naar het strand gegaan, kijk duin. Ja, dat kan ook. Hè. Dus ik vind altijd dat je goed moet luisteren naar je medische staf en ook naar je spelers. En dus dat hebben we gedaan. En gisteren zijn we gewoon weer verder gegaan. En vandaag vond ik de training goed. Gisteren niet. Maar vandaag zag het er gelukkig weer een stuk beter uit. En hebben we vertrouwen voor morgen. Ja, gisteren was je niet tevreden. Is dat ook omdat in de partijvorm, zeg maar, het tweede elftal ruimschoots won? Ja, jij bent hier wel eens vaker en dan zie je wel eens dingen. Maar, nee, maar goed, kijk, ik hoef niet alles naar buiten te brengen. Nee. Maar geloof me dat er wel eens momenten zijn dat ik niet tevreden ben. En dan weten die gasten heus wel wat ik daarmee bedoel. Dus het heeft geen zin. Ik hou er nooit zo van om. Ik hoef hem niet te profileren naar buiten toe. Dat doe ik intern. Maar als een training zo is als gisteren. Ja, dan komen ze er niet mee weg. Goed zo, maar. Dus ik zeg gewoon een goede wedstrijd morgen. Ja, dankjewel. Daar gaan we alles aan doen, man. Want ik begin te knijpen, hoor, man. Dus we moeten punten. Ik leg geen druk meer, maar we moeten punten. Ja, nee, joh, maar dat is toch elke week zo. Dus, okay. Goeie wedstrijd. Dankjewel. Nou, ik zei al, we praten met twee spelers. Nou, de eerste waar ik, heb ik al vaker geroepen, gecharmeerd van ben. Mats van Kins, maat. Nog steeds naar je zin? Zeker. Ja? Ja. Hebben we van de week nog gespeeld? Dat was tegen Emma, ja. Ja? Ja. En was dat een mooie pot? Was dat competitie of vriendschappelijk? Competitie met Jong. Oké, okay. Ja. En? Wat was het geworden? Gelijkspelletje. Oké. Okay. Oh, maat. We moeten wel een beetje meer winnen, hoor, vind ik. Ja, maar hè? Gaat de goede kant op. Ja, volgens mij heb je gisteren wel gewonnen in de partijvorm. Toen we hier speelden. Ja, klopt. Hè? Ja. Ja, waren ze niet blij mee, hè? Nee. De eerste. Nee. Ja, echt? Ja, dat is een kikker. Kijk, jullie denken natuurlijk, Ben, waar heb je het weer over? Nou, ik was natuurlijk bij die training. Ik heb geen leven. En kijk naar die jongens. En hun hadden de hesjes aan, zeg maar. Zeggen we even, de reserves. Laat ik het zo noemen. En die speelden ze helemaal weg. Ja. Maar dan had ik mijn Taki erover. Dat is dan de arme materiaalman. Ja. En toen zegt hij, ja, maar dat gebeurt wel vaker. Want ja, die jongens, die willen het even laten zien. Ja, natuurlijk. Wij hebben, Maar hoe was de teleurstelling in de groep bij de Graafschap toen we daar vandaan kwamen? Ja, natuurlijk groot. Je speelt ze eerst zelf helemaal zoek. Ja. Je had gewoon 3-4-0 voor moeten staan. En dan in de tweede helft, weet je, dan zeggen ze tegen elkaar van dit de lijn doortrekken. En dan krijg je zo'n zure goal tegen, wat eigenlijk. Ja, na een schot van Bakker, geloof ik. Onder de lat, ja, klopt. Ja. Ja, heel zuur. Ja, echt helemaal. Maar nou wil ik gewoon weten, want we zijn al wel een eind in het seizoen. Ja. En ik had verwacht zelf, maar misschien jij ook wel, dat je wat minuten zou krijgen, wat meer. In het eerste. Dat hoop je natuurlijk, je hoopt het natuurlijk wel, maar er zijn nog zat verbeterpunten. Dat merk ik ook aan mezelf, dat ik nog echt veel te leren valt. En vooral op mijn verdedigend gebied. Ja. En aanvallend ook wel, Ja, maar vooral, dat zie ik niet. Dat aanvallende, dat zie ik niet. Misschien verdedigend, oké. Okay, maar dat aanvallend, daar zie ik niet dat je nog wat moet leren. Nee, zat. Ja, zat. Ja. En van wie leer je dan? Laat die trainers aan je zien wat je moet doen? Ook. Of andere spelers die ook tegen je dingen zeggen? Nas, Lex, Danny, van iedereen. Ja. Ze coachen gewoon veel keepers ook. Vooral met de korte partijen. Maar gewoon veel spelen bij Jong en dan zien we wel volgend jaar. Ja, maat. Want ik zit al natuurlijk met die jongens hier van de pers ook. En met die jongens op de tribune heb ik het erover. Die zit er aan te komen. We hebben want je speelt zelf dan in het tweede. Maar dat is een leuk elftal, hè? Ja, zeker. Het zijn allemaal goede spelers. Ja,
gaat er altijd gewoon goed aan toe, ja. Voetballend ploegie. Ja. En we doen mee om de eerste plek. Ja. Dus dat is leuk. Nou, Heerenveen. Ja, erg belangrijk. Jullie zijn van de week naar het strand geweest en weet ik allemaal niet. Wedstrijden gespeeld, onwijs getraind ook. Heerenveen, wat gaan we doen? 2-1 winnen. Kijk, ik krijg meteen van Mats een uitslag. Want ik denk, nou, Mats die zeggen we gaan eerst meteen drukken en bla bla bla. Nee, hij zegt meteen gewoon 2-1 winnen. Ja. Doe ik het voor? Zeker. He, 3 punten. Een belangrijke wedstrijd. Ja, ja want dan gaan we ze voorbij, hè? Ja, dan komen we 30 punten. Voor mij staan we dan gelijk. Nee, 31. We hebben 28 punten. Oh ja, klopt. Ja, ja, nee, dan gaan we ze, dan gaan we ze voorbij. Ja. Oh, dat zou lekker zijn, man. Laten we het daarop houden. Ja. Weg gaan ze voorbij. Oh ja, nog even één mededeling. Kaartverkoop gaat onwijs hard, hè? Aad Mansveld, uitverkocht. Kids, uitverkocht. Midden-Noord, nog een beetje. Dus als je nog een kaartje wil, je kan nou online bestellen, man. Doe dat nou. Mats en ik zijn er. Kijk dan. Yo. Toppie. Toppie. Melvin eindelijk. Want Melvin die was heel licht geblesseerd, denk ik. Maar nu is hij weer helemaal terug, hè? Ja, I'm back. Ik ben terug, ja. Ja. Ja, hoe gaat het met Nederlands, maat? Gaat het steeds beter? Ja, af en toe praat ik wel met mijn teamgenoten, maar in een interview wil ik toch zeker zijn. En, ja, dan zeg je het in het Engels. Ja, precies. Ja. Maar als ik Nederlands praat, dan... Versta ik je wel. Oké. Okay. Heerenveen. Ja. Heel wat anders dan de Graafschap. Jullie hebben een teleurstelling gehad bij de Graafschap. Mm. Jullie hebben gewerkt naar Heerenveen. In de duinen, op het strand, alles geweest. Hoe is het? Ja, now we are feeling good over the week, especially on Tuesday, Monday. We had a little bit problems from the last game. Yes. That's why the coach decided to go to the beach, not taking risks in the hard training, intense training. So I think that was a smart move. Now everybody's feeling well and is ready for Hermine. Yeah. And you are fit now? I'm also fit, yeah. Yes? I'm feeling good. Okay. I'm ready on the side and I hope I get my chance to help the team. Because first you play and then Gozer, Sean. Yeah. What's the problem? You want to play? Of course I want to play, but I have to respect the decision of the coach. Yeah. John is a different player than me. He interprets his role different than me, and I'm sure that my time will come as well. Yeah, yeah. And what do you think about the position where we're standing? It is. Yeah, it could be better. Yeah. If you see the potential in the team, we have to be more up there. Yeah, and now Heerenveen, when we're winning, we. We win, go up and prevent Hermim to go further up. Yeah. So, yeah. How is the feeling with the team, with the guys? Oh, it's always good. It's never problems. We always have a good mood in the dressing room, even though we lose. Yeah, there's a difference, of course, but it's never like anyone going against anyone. And yeah, it's always fine. Is somebody in the team thinking it was a difficult season, or everybody thinks we go for it? I think we are well aware of the situation right now, that it's not a good position where Aldo's supposed to be. But everyone in the back of his head, he's thinking we should be with the other teams up there, 7, 8, playing not where we are now. Okay, Matt. Yeah. We'll be starting tomorrow. Yes, I'm with winning. Yeah. Again. Of course. Okay, sure. Maat. Okay. Thank you. Melvin is natuurlijk een favorietje van mij. Dus die moet ook binnenkort weer gaan spelen. Daarom ben ik geen trainer. Want was ik de coach, ik wil ze allemaal opstellen. Dat kan niet, hè? Nou, dit was het ADO-journaal. Dat was de vrijdagbabbel weer met de vermoedelijke opstelling. Het zat weer helemaal vol. Melvin die gaat lekker douchen. Die gaat rusten. Want misschien moet... Hè? Heb al gedoucht. Ik wou al zeggen, wat ruikt je lekker. Ja. Ik zeg laat als.